Die Naito D is ook een jonge negro. En die hebben we eigenlijk vorig jaar voor het eerst een beetje volop in de dekkerij ingezet. Daar komt hij. Sandra met Night or Day. Nou, dames en heren, is dat niet iets speciaals? Negro. En dan natuurlijk de kleur meegekregen van grootvader Samber. En daarachter bloed van Recruit, goedgekeurd bij het NRPS. En we hebben de leeftijd nog even gecheckt. Staat ook in de catalogus en daar is hij ook van 2015. Night or Day. Ja, Night or Day is een negrozoon die kocht ik samen met mijn vriend Dick Varum in de veulenveiling. Limburgse veulenveiling. En hebben we eigenlijk bij het NPS voorgesteld, bij het NPS gekeurd. Ja, voorzichtig doorgereden en die is zich super aan goed aan het ontwikkelen in de sport. En vorig jaar hebben we eigenlijk, ja, iedere keer dat we ergens kwamen op een show of een demonstratie zo, die hem zien, dan was er al die na die tijd telefoon of mails waar we allemaal graag bij Night or Day dekken. Dat schijnt toch deze kleur bij een behoorlijke groep mensen bijzonder in de smaak te vallen. Nou ja, het is ook wel apart natuurlijk, zo'n kleur. En vandaar dat we vorig jaar besloten hebben om hem ook in de dekdienst in te zetten. En we hebben inmiddels de eerste foto's van de veulentjes al binnengekregen, ook bonte veulens. Dus dat gaat hij doen, dat fokt hij door. En, maar goed, naast een mooie speciale kleur heeft hij toch ook nog wel de nodige aanleg. Hij heel goed achterbeen gebruikt. Een paard dat eigenlijk zijn eigen goed laat bewerken, dat zijn eigen makkelijk laat sluiten. Dat eigenlijk al de zware oefeningen eigenlijk heel makkelijk lijkt aan te kunnen. Je ziet de wissels gaan helemaal goed af. Hij is altijd wel een klein beetje, moet ik eerlijk zeggen, bij ons een beetje ertussendoor geschoten. Als we weer eens wat te veel werk hadden, te veel paarden, dan kreeg hij als eerste eigenlijk even wat rust, omdat we gewoon met personele bezettingen en dat soort dingen. Dus vandaar dat eigenlijk zijn opleiding misschien al wel ietsje verder had kunnen zijn. Maar even goed doet de paard er goed. En Sandra kan heel goed met hem overweg. En het lijkt wel helemaal de goede kant op te gaan. En met de Night or Day fokken ben je toch vrij zeker van de bond veulen en de mensen die er graag willen. Zijn bij hem op de goede plek. Ja, denk niet wit, denk niet zwart, denk Night or Day. Goed achterbeen, zoals Gert-Jan het al zei, een hele speciale kleur. Het oog wil ook wat. En nog kwaliteit ook, en dat laat Zanda hier met Night or Day zeker zien hier op de show. Mooie presentatie, dames en heren. Allerlei kleuren hier qua hengsten op de show. Dit was Night or Day. Ik zou zeggen, klein applausje voor Zandra. Even kijken hoe die reageert. Scherp. En heb eerst gekeurd met een maat van circa 1,70 meter deze Night or Day.